Dit is wat jullie wilden weten over de nieuwe Auris hybride en zijn respect voor het milieu. Hallo, ik ben Matthijs uit Roeselare. Waarom is dat eigenlijk zo ecologisch, zo'n hybride? Wel, Matthijs, de Auris hybride is zo ecologisch dankzij zijn revolutionaire motor. Het principe van de hybride motor is eigenlijk heel simpel. Elke keer als je remt of als je vertraagt, wordt er energie opgewekt. Nu, elke andere auto laat die energie gewoon ontsnappen. Maar de Auris hybride vindt autorijden eigenlijk opnieuw uit en gebruikt die energie. En door die energie te gebruiken, verspil je minder brandstof. Resultaat, een nog ecologischere wagen. Hallo, ik ben Hans uit Antwerpen. Ik heb een dieselmotor gezien die maar 99 gram CO2 uitstoot. Dat is toch ook al heel weinig. Wat is dan het voordeel van een hybride? Dat klopt. 99 gram CO2 is inderdaad erg weinig. Maar dat het nog beter kan, dat bewijst de Auris hybride. Hij stoot amper 89 gram CO2 per kilometer uit en is hiermee absoluut kampioen. Nu, CO2, dat is één ding, maar wat veel gevaarlijker is voor de gezondheid, is fijnstof en NOx. Dat is gewoon puur vergif. En hier scoort de Auris hybride absoluut fenomenaal. Hij stoot immers niets van fijnstof uit en veel minder NOx dan de andere wagens uit zijn segment. Om dat allemaal wat kracht bij te zetten, doen we de test. We laten deze diesel en deze Auris hybride enkele uurtjes draaien en dan gaan we kijken naar het resultaat op de witte lakens. Dames, starten we deuren. Ja, zoals je ziet heeft de Auris hybride geen vuiligheid uitgestoten. De dieselmotor daarentegen. Het is daarom ook dat de hybride gebruik maakt van een benzinemotor. Want het zijn natuurlijk vooral de dieselmotoren die verantwoordelijk zijn voor smog. Hallo, ik ben Christine uit Gent. Ik heb gehoord dat de Europese normen over uitstoot gaan veranderen. Is dat waar? Dat is inderdaad waar, Christine. En met geen enkele andere wagen zit je daarvoor beter dan met de Auris hybride. Kijk maar, zelfs als de quota zouden veranderen, zit de Auris hybride nog altijd ongelooflijk laag. Geen enkele andere wagen doet beter. De Auris hybride is dus echt wel de safest bet voor de toekomst. Het is zo, ik hoop dat een aantal vragen en vooroordelen over diesels en hybrides de wereld uitgeholpen zijn. En dat we getoond hebben dat de nieuwe Auris hybride echt wel een revolutie betekent. Ik zet de ecologische pluspunten nog even op een rijtje. De Auris hybride is op ecologisch gebied ontzettend interessant, want hij verbruikt veel minder brandstof dankzij zijn revolutionaire hybride motor. Hij heeft een extreem lage uitstoot van schadelijke deeltjes en hij blijft op alle vlakken de safest bet voor de toekomst, wat de regering of Europa ook beslist. En niet te vergeten, bij de Auris hybride geniet je van een ecopremie van 15% en ook bedrijven genieten van het maximale fiscale voordeel. En dan nu nog eens even de 5 onklopbare pluspunten op een rijtje. En vergeet niet dat de eerste die een wagen vindt die beter doet, een gratis Auris hybride krijgt.